Sri Lanka, het oude Ceylon. En natuurlijk tref je hier dan ook de allermooiste theevalleien van de hele wereld. Maar er is nog zoveel meer. Er is cultuur, prachtige tempels. Het boeddhisme hier op Sri Lanka heeft een hele historische kern van ver voor jaartelling van Christus. Je komt prachtige tempels tegen. Hele kleintjes op iedere hoek van de straat. Maar ook hele grote met een liggende Boeddha daarvoor bijvoorbeeld. Je ziet op de meest merkwaardige punten in de stad, zie je Boeddha's helemaal sereen in meditatie. Maar je ziet ook vrolijke Boeddha's die zeggen van ja, pluk het leven. Dat ook is boeddhisme. En dan de natuur die je hier ook tegenkomt met die prachtige omgeving. Spectaculair van bergen tot een vallei. En exotische dieren in werkelijk alle soorten en maten. Te beginnen natuurlijk met die enorme olifanten. En dan die hele kleine leguaantjes. Dankjewel. En u zult me niet kwalijk nemen. Maar ik wil ook roemen het verrukkelijke eten. De pittige curry's, man. En dan zulk vers fruit, zoals fruit bedoeld is. Nergens ter wereld zo lekker als op Sri Lanka. How much is it? 200. Weet je het zeker? Goed, man. Maar 200 rupees is a little bit more. No. 150. Je kan naar prachtige steden als Colombo of Kandy. Je kan naar mooie festivals, van alles wat je je maar kan voorstellen. En het allermooiste is eigenlijk, je kan de mensen ontmoeten van Sri Lanka. Ik heb nog zelden zoveel aardige, vriendelijke, zachtaardige mensen ontmoet als juist hier op Sri Lanka. Het is alsof ze je persoonlijk, ieder voor zich, van harte welkom heten in Sri Lanka. En je kan er zo makkelijk naartoe. Een heel eind met de KLM en daarna nog een klein stukje met een andere maatschappij. Het is de moeite waard, man. En je komt terug vol ervaringen en met een warm hart.